Ja. TMH Workshops ist eine ICT-Plattform Rechner, Illustrationen, Comics, Studentinnen und Dozenten. Die Roots von TMH Workshops sitzen noch in unseren Studententagen, tun wir mit unseren Dozenten die Illustration Blogspot und danach auch Illustration Facebook-Group haben aufgerichtet. Aangezien dat we in een tijdperk van smartphones en dynamische levensstijls wonen, vinden wij het een groot hulpmiddel om een open platform te hebben die aangekoppeld is aan een veelgebruikte sociaal media site. Blogspot Illustration was gestart toen er een samenwerking ontstond tussen Sint-Lucas Gent en Sint-Luc Brussel. Het was toegankelijk voor alle docenten en studenten om het resultaat van een workshop te delen, zowel als hun eigen werk. Het werkte tot een punt, maar de desorganisatie van de website zelf, het beperken van categorisatie en het afschuwelijke oranje kleur waren de redenen waarom het nooit verder gegaan is. Vandaar hebben wij in ons derde jaar Illustration Facebookgroep opgestart. Het was in het begin bedoeld voor studenten van derde jaar en onze docenten om praktische informatie te delen, zoals juryuren, afwezigheden of referenties vanuit de les, waarop we op het moment zelf niet konden opkomen. Met tijd is het beginnen groeien met een bredere groep van illustratiestudenten. Mensen zijn informatie over interessante kunstenaars, workshops, online tutorials of hun expos beginnen delen. Nu, een aantal jaren later, zijn er mensen bijgekomen die niet meer of zelfs nooit studenten van Sint-Lucas waren, maar die de informaties van Illustration wel interessant kunnen vinden. Jana neemt op zichzelf om regelmatig de groep te updaten, met toekomstige tentoonstellingen, open calls en competities, illustratiefestivals enzovoort, terwijl andere leden, onder andere docenten, nog altijd informatie delen die relevant zijn voor hun les. Deze groep is zeker niet uniek in zijn bestaan. Middelbaar- en universiteitsklassen hebben vaak Facebookgroepen om informatie te delen over lessen, maar Illustration is een stapje verder gegaan door de contacten die gelegd worden tijdens de studies te onderhouden in het echte wereld van illustratie en comickunsten. Wat we zelf hebben ervaren toen we nog aan het studeren waren, is dat alle belangrijke informatie ergens bestaat en beschikbaar is, maar dat het een tragere proces is om deze kennis te vinden. Het is niet van niet willen, maar eerder van niet weten. Daarom vinden wij zo een website belangrijk voor een meer efficiënte kennisontwikkeling van een illustratie-comic-student. Deze informaties kunnen gebruikt zijn bijvoorbeeld zoals Toledo. Een docent mag aan het eind van zijn les herinneren aan de studenten dat alles wat bespreken was op TMH-workshop staat. Het verschil is dat het openbaar is voor jonge professionele studenten-docenten en dat iedereen mag zijn eigen kennis toevoegen. Het gaat hier over een soort van street knowledge, als je het zo kan noemen, in vergelijking met de kennis die je krijgt in de lessen. Het maakt het ook mogelijk voor elke student om op hun eigen tempo gebruik te maken van deze informatie. De reden waarom we Tumblr hebben gekozen is omdat we zelf als illustratie- en comicskunstenaars beseffen hoe groot het netwerk op deze site is. We hebben zelf via Tumblr al nieuwe connecties kunnen leggen, jobopdrachten gekregen en samenwerkingen gehad met mensen die we waarschijnlijk niet zouden hebben, was er niet voor Tumblr. Het voordeel van zo'n site, naast het feit dat het bijna een database is van de meeste comic-illustratiekunstenaars, is ook dat het gemakkelijk manipuleerbaar is. Met een zeer simpele interface kan men op Tumblr gemakkelijk posts maken, topics categoriseren met gebruik van hashtags en ook door het te koppelen aan een niet-persoonlijk e-mail. Kan het accessible zijn en bijgewerkt worden door meerdere mensen. Een ander voordeel is dat men gemakkelijk teksten, informatiebeelden van andere kunstenaars kan delen. Het is ook een gemakkelijke medium om blogs te kunnen followen en non-stop update krijgen van kunstenaars of organisaties die Tumblr gebruiken. En in onze wereld zijn er veel. Een andere reden is de esthetische meerwaarde van Tumblr in vergelijking met bijvoorbeeld Pinterest of Blogspot. Personaliseren of net minimaliseren van de visuals van de site zelf is zeer gemakkelijk. Dit waren onze redenen om Tumblr als ons online platform te kiezen. Over de werking van de site zelf. TMH Workshop is bedoeld om als een long-term tool gebruikt te worden.
Ten eerste heeft het een functie tijdens workshops of lessen die wij met onze collectief Dieter met Haar als gastdocent of gastkunstenaars geven, op boekbeurzen of kunstscholen. Ten tweede is het bedoeld om te groeien als een database van studenten en docenten met wie wij samenwerken en de resultaten van deze samenwerking te laten zien. Ten derde en laatste, TMH Workshops heeft ook een educatieve functie. Het biedt een bron van tutorials en heeft mogelijkheden om te experimenteren buiten de kader van de les. En het is een stepping stone voor de studenten om hun eerste stappen te zetten in de wereld van comics en illustratie, apart van hun lessen. Een groot deel van deze tumbler is hoe alle participants van de workshops toegang krijgen, waardoor ze zelf foto's en scans kunnen uploaden en delen met de rest tijdens de activiteiten van een les of workshop. Er wordt ook een database van alle websites van de participants verzameld onder artists. Een aparte deel van deze tumbler neemt de functie van een pinboard over. Alle referenties die tijdens de lessons en workshops worden gemaakt, worden zo gedeeld. Het gaat ook over hoe hun werk te laten zien, waar te gaan kijken en op hoogte te zijn met de belangrijke informatie vanuit de illustratie- en comicwereld. De Useful Links tab is wat wij bedoelen met de informaties dat studenten op hun eigen tempo kunnen gebruiken. Die verzamelde kennis blijft beschikbaar. Onder de Open Calls tab bevindt zich een panel van verschillende contests, open calls en aanvragen, dat de bezoeker kan gebruiken om zijn aanwezigheid in de illustratie-comics-wereld bekend te maken als meer dan een student, door mee te doen aan deze oproepen. Wij besloten ook om een deel van de tumbler aan het proces van een boek maken toe te wijden. Het plaats van het boek in een illustratieles heeft veel belang. Er zijn verschillende vormen, facetten en gebruik. Meestal gaan onze workshops over verschillende manieren om een boek te maken. Daarom werken wij op een collectie van verschillende drukprocessen, boekbindingtechnieken en vormen. Dit is tot nu toe hoe ver TMH Workshops is gegroeid. Het is gestart en effectief gebruikt tijdens de workshops die wij in november als gastdocenten hadden bij de illustratieatelier van Sint-Lucas Gent. TMH Workshops is nog maar een voorstel als ICT die zou nog kunnen ontwikkelen. Nu wel, als een collectief zijn wij deze tumbler verder aan het gebruiken bij elke toekomstige les en workshop. Met tijd wordt het iets dat niet alleen bedoeld is als een opdracht voor SLO, maar ook een medium die tot een praktische gebruik zal groeien.